Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken chocolademousse. Wat hebben we nodig? Dooiers, eieren, suiker, water, pure chocolade, opgeklopte room, een suikerthermometer, een spuitzak, rood fruit. We hebben hier donkere blok chocolade. Die gaan we in mooie fijne stukjes hakken en die gaan we smelten in de microgolf. Nu gaan we de chocolade eerst in leuke stukken hakken. Waarom? Omdat die eigenlijk veel mooier gaat smelten in de microgolf. De chocolade die is mooi gesmolten. De chocolade is glad, die blinkt mooi en die is perfect op temperatuur. Nu nemen we onze dooiers. We doen onze dooiers in de mengkom. En onze eitjes. We nemen onze suiker. We doen onze suiker bij onze dooiers en onze eieren. En nu gaan we alles gaan opkloppen tot een homogene massa. Ons eibeslag die is voor de helft opgeklopt. En nu gaan we onze suiker met ons water gaan opkoken tot 121 graden. Wat zeer belangrijk is met kooksuiker, is dat je werkt in een propere pot. Ga je een pot hebben waar er nog vetrestantjes in zitten. En je gaat daar je kooksuiker gaan in koken. Dan gaat dat schiften en dan ga je eigenlijk geen mooi resultaat hebben. Dus we doen de suiker in de pot. Het water voegen we eraan toe. En dan gaan we zachtjes ons suikerwater laten opkoken. We nemen een suikerthermometer en we laten de suiker koken tot 121 graden. Nu gaan we onze kooksuiker toevoegen aan onze opgeklopte eidooiers. Nu laten we onze eibeslag nog 10 minuutjes loskloppen totdat alles mooi koud heeft. We hebben een heel luchtig eibeslag. Nu voegen we de chocolade aan ons beslag en we gaan eigenlijk de chocolade in 2 maal bij ons beslag gaan toevoegen. Nu hebben we een homogene massa, dus alles is mooi doormengd. En nu gaan we onze chocolade gaan toevoegen aan onze half opgeklopte room. Onze chocolademousse, die is nu klaar. Die gaan we nu in een spuitzak doen. Gaan we glaasjes vullen en de glaasjes gaan we laten opstijven gedurende 2 uur in de koelkast. Chocolademousse, die is mooi opgestijven. 2 uurtjes in de koelkast te zetten. En nu gaan we de mousse gaan afwerken met wat rood fruit. En nu gaan we de chocolademousse nog afwerken met geraste chocolade. Ziezo, chocolademousse met rood fruit. Super lekker dessertje, First Class. Zeker lekker, tot de volgende keer en smakelijk.